Ik ben een werkter geboren 17 februari 1909. Ja, de naam komt eigenlijk van mijn moeder, want het schijnt dat ik heel vlug was. Ja, ik ben altijd vlug geweest natuurlijk. Maar ze noemden mij mijn poeterke. En een poeter, dat is een klein geit. En die geiten, die springen en die doen. En daarom heeft mijn moeder altijd gezegd dat ze mij mijn poeterke eten. En dan ben ik gaan koersen. En ik koerste van een vlomokker van Aren. Daar verstonden ze niet wat een poeter was. En daar hebben ze de poes van gemaakt. En vandaar de poesken en ja, door de katten spronken. Je broer, chef, men zegt dat hij een beter coureur was. Ja, natuurlijk. U begrijpt, ik begin 15 jaar en heb ik al een keer gekoerst in 16 jaar. En iemand die dan een jaar en een half ouder is, dat doet veel om die een ouderdom. Hè. En in het begin was hij natuurlijk beter dan ik. Onder andere, hij had een vlog gekregen van de vlommokker. En hij had die ene gekocht ervoor. En die vlot die hij gekocht had, die koersvlo. Ik krijg mij even als een platvielen om de vlot te geven. Natuurlijk, en dan zijn ik beginnen natuurlijk mee te rijden. Hè. Zolang als ik hem niks vee kreeg, als hij niks voor kreeg. Hè. Ja, als hij niet voor kreeg, gaf ik de fiets. Hè. En zo kwam ik al een keer mee in de sprint en ik klopte. Een grote koers, veel beginnelingen natuurlijk. Hè. Dus als hij niet plat viel, dan won jij? Ja. Ja, veilig. Ja. Dat waren koersen zo van rond de 60 kilometer, 60, 65. Maar die koersen waren niet aangesloten. Je weet, dat was in ergens een cafébazen en die gaven een koers en die worden meester van de koers. Nu zijn er delegees, dat waren geen delegees. En dikke schrijven veel meer als 60 kilometer. 60 kilometer, dat was weer. En dan verdiende ik zo, ja. 60, 70 frank. Vijf mijn eerste prijs. Als beginneling, hè. En dat was dan 26 en 27. Ja, in 27 heb je dan 40 koersen gewonnen, hè? 40 koersen van de 56 die ik betwist heb. Toen bleek dat de chef evenveel verdiende met één overwinning als met een hele week werken, staakte hij het werk in de leerfabriek in Zaventem. Mama, geluk mensen bij verjaardag. Onder de namen die onafscheidelijk verbonden zijn met zijn carrière, vermelden we zeker mevrouw Schuurmans. Als aan bij ons gekomen is, was dat de klaar kennen. En dan kwamen er veel grote coureurs bij ons. In de frituur was dat dan ook na van klap. Hè. En daar kwam pa dan en ja, de klaar coureurs. Dan kwamen de grote opzoeken. We kennen de manieren van dat grote temmen. En ja, dan worden hem zo ongepakt. Dan zei hij, ja, mijn man dan zei, de coureur van de club, als hij de eerste rijden, mocht hij dan een bustek frit komen eten. Maar dan zat chef daar. En dan zei hij wel, als ik de eerste rijd, mij ook een bustek frit komen eten. Maar dan kwam zoveel, eerst dat hij zijn bustek een wiepen kreeg. En dat doet, dan klapten ze van de velodrom in Brussel. Ja, dan was dat altijd ambetant van wachten. Hè. En dan hebben ze toch een vrede gekomen met een man, met president, met meneer Van Hooft, van bij ons te komen. En hij wil zitten dat hij onze moeder gaat vragen dat hij mag blijven. En dan is hij nog wachter gereden. En dan is hij meegebleven. En worden we dan zo ongepakt, kind van de oase. Geen complimenten om. Een beetje streng. Ik was misschien een beetje te streng, maar ja, het is er toch wat gekomen. Hè. En wanneer ben je dan op de piste zelf begonnen? Dat was de winter van 28 op 29. Dat was ik junior. En ze gaven koersen voor juniors op de piste. En ik was de vredig populair, omdat ik voor die vlommokker van Aren van de Velde gereden had. En ik was de vredig populair en die mensen, daar komen veel volk in. En ja, en ik won dan, en de directeur, Dubuisson was dan ook, hè, die organiseerde veel bij de juniors. Hè. En zo ben ik op pist gekomen. Hè. Ik ben van de klas van 29. En waart je een gemakkelijke?
Wel, nee, ik was zeker geen gemakkelijke, maar ze mochten het mooie lijk. Mijn mooie lijk en ja, dan pakte ik een beetje mijn revanche tegen. Dat was ja. Allemaal tegen de onderofficieren die ik tegen had. Ja. Kreeg je gelegenheid om te trainen? In het begin kreeg ik een beetje gelegenheid en dan had ik nog verschillende contracten getekend die ik wou doen natuurlijk. En ik kreeg permissie van de kapitein, Snabeders, van een keer om te oefenen. En hij had me gezegd dat ik moest zorgen dat ik de majoor niet tegenkwam. Maar natuurlijk, ik ging over de straat, lag een dief, hè, want de majoor, ik was klaar als ik de majoor van ver moest zien, van even als binnen te springen. Maar ja, die weg was niet afgerond, gelijk als nu, en dan moest ik op de hoek van de straat komen kijken. En ik kwam even kijken zo, hè, dat ik de majoor niet zou gezien, maar een, hoe wil ik lukken, en dat stond vlak voor mij. Natuurlijk, ik was gepakt en, hè, omdat de kapitein gezegd had dat ik de majoor het niet mocht weten, mocht me niet zien. Hè. En de majoor, ik zet mijn positie direct en ik zal u wijden. En hij vroeg mij, hoe allez vous? Ik durf niet zeggen om te trainen en ik was aan twijfel. Ik zeg, wat moet ik nu zeggen? En hij dacht zeker dat ik hem niet verstaan had. De fitness zat in het gebroken Vlaams, of in het Vlaams, hè. En waar gaat u naartoe? Ik zeg, ja, dan moet ik mijn eigen, dan moet ik wel aan trainen met de majoor. Ah, goed, u kunt gaan, zat. Ik zal u wijden, maar ik heb niet kunnen oefenen, want ik was... En ik had schrik met de kapitein. Natuurlijk, Sander Dos kwam van de exercitie en de kapitein schoot aan de soldaten. Hè. En als ze voor mij voorbij kwam, trok een zo'n ogen. Ik zei, je weet het al, in mijn eigen. Hè. En ik wachtte hem af als ze van het rapport kwam. En dan zegt hij, ja, het spijt me, zegt hij. Ik mag u niet meer laten oefenen. Chef, maar jij was nog in het leger toen je het eerste wereldkampioenschap gereden hebt. Hè? En 's morgens moest je corvée doen. Ik was examenexercice. Maar niet de corvée, want als ik zei exercice en corvée, dan mocht ik de kazerne niet uit. En de officier van de kazerne, die zegde dat ik moest corvée doen. Ik zei, jammer, zei ik, nee, je zei, geen examen, de corvée en je moest corvée doen. En dan op de middag, ja, dan moest ik buiten en ik kon niet buiten, ik mocht niet buiten. Enfin, dan is de kapitein gevonden, zei ik, en enfin, kwam er een koetelefoon en ik mocht buiten. En dan rap alle gaan en dat wereldkampioenschap, die series gaan rijden, maar ik was ook wel totaal ontmoedigd. Ja, de feesten ben jij geëindigd dan? Ja, ik kon toen niks doen. Hè. Dat was in 31. Ik was niet bekwam bij 31. Ik was niet bekwam bij werkelijk. Maar ik had toch een serie en zo kunnen winnen. Ik had toch maar... Maar dan is de grote tijd aangebroken. Dan ben jij in 32 wereldkampioen geworden in Rome. Ja. En dan 6 jaar na elkaar en dan 10 jaar stop en dan in 47 de 7e keer. Herinner je nog het eerste wereldkampioenschap in Rome? Ja, heel goed. Dat is te zeggen, tenminste de finale. Maar ik stond in finale bij Michard. Hè. En daar hebben we dan die 16 minuten surplace gedaan. En in 33 komt dan Parijs, hè? 33 en komt dan daar heb jij geloof ik Choc leren kennen. Na Parijs. Ja. Choc, chef is in feite ongeveer 20 jaar je baas geweest, hè? Ja. Hoe was die? Nerveus altijd vanochtend, hè? Maar voor het kost ik hem mijn geld over de bonden. Was die veel nerveus? Hoe zag je dat hij nerveus was? Er was geen verschil, hij was altijd nerveus. En als hij een wedstrijd verloren had bijvoorbeeld, hoe reageerde hij erop? Oh ja, dat was niet veel speciaal, want 9 keer op 10 wist hij het. Dat is een verloren was. Chef, je hebt 7 keer gewonnen. Ben jij benaderd door coureurs om iemand te laten winnen? Ik heb veel beloofd geweest, dat veel altijd te winnen, maar ik heb het nooit gedaan. En dan één keer heb ik er spijt van gehad, want ik kon in 31 in Kopenhagen, in de midfinaal, kon ik een heel pakje geld verdienen en ik had het natuurlijk niet aangenomen. Hè. En ik was geklopt en in 31, ik had geen centen natuurlijk, nee, dan had ik er veel spijt van dat ik het niet aangenomen heb. Maar dan daarna heb ik nooit niet aangenomen, want dat zie je het doet. Al bij Richters doet, die kan het niet meer zeggen, maar er zijn nog allemaal tegenstrijvers gaan, die leven, dan ander leven nog. Hè. Ik heb ze allemaal zo gewonnen, zonder een frank te betalen. Waarschijnlijk weet Jeff zelf niet hoeveel onderscheidingen hij bij elkaar gefietst heeft. Wat de gouden medailles echter betreft, is hij zeer formeel, 23. Voor hem zijn ze een blijvende herinnering aan zijn tientallen overwinningen. Getuige daarvan het feit dat hij ze veilig in een kluis heeft opgeborgen. Voor ons wil hij wel eens de kluis openen.
Een gouden uurwerk na zijn eerste wereldtitel snelheid 32 in Rome. Een geschenk van de Stoempersclub Leuven. Maspers is ook 7 keer wereldkampioen geweest, hè? Maar mocht de oorlog er niet geweest zijn, dan was hij waarschijnlijk toch 8 of 9 keer wereldkampioen geworden. Ja, dus... moeilijk erover te spreken, of moeilijk is het niet, maar volgens mij was ik gemakkelijk 10 keer wereldkampioen geweest. Volgens mij zeker 10 keer. En 7 jaar dat we geen wereldkampioenschap gehad hebben. En van die 7 had ik er heel waarschijnlijk toch zeker 3 gewonnen. Onder andere, ik was 38 jaar en half, in 47, dus geen reden dat ik die jaren ervoor, hè, zeker zo goed zo geweest ben. Had jij een bepaalde tactiek bij het rijden? Ja, ik had veel tactiek. Maar natuurlijk, onder andere, in mijn goede jaren, van het moment dat ik in tweede positie was, als mijn man voor mij rijdt, hij mocht surplus doen, hij mocht doen wat hij wou. Als ik in tweede positie was, wist ik dat goed binnen. Ja. Maar dat kon ik niet zeggen als ik op de kop was. En dan, ja, de tactiek, bijvoorbeeld, ik trachtte mijn renners op te jagen. Dus rapper rijden. Dan gebruikte ik daar trekken voor, bijvoorbeeld. Als ze om de kop rijden, dan stopte ik mij achter de renner weg. En als ze hem zo zag, want hij moet vooruit zien hoe, hij moet zien wat hem rijdt. Hè. Maar als ze hem ging zo zien, dan zat ik al hier. En zag ik dat zijn kop ging draaien, dan zat ik al hier. En dan wordt hij nerveus, begrijpt u, want hij schrikt van verrast te worden. En automatisch joeg ik met een tegenstrijver op. In 1964, hij was toen 55 jaar, nam Jef deel aan een liefdadigheidsmeeting in het Antwerpse Sportpaleis samen met de oudrenders Bruneel, Koos en De Bruyne. En hij ligt hier voor het ogenblik in de 3e positie, wat we toch niet zo gewoon zijn van hem. Dus dat is geen normale positie om het te kunnen halen. Eventjes de bocht om en dan kijken hoe hij eruit komt. Hij komt nu in 2e. Dat is natuurlijk al veel beter van Poeskes Geres. Dat is de ideale uitgangspositie om het te halen. En daar gaat de bel voor de laatste ronde. Hij laat zich insluiten, zeer gevaarlijk. Maar nu komt hij erover. Poeske gaat erover en wint deze memorabele spurt. Mijn tactiek was goed gelost, gedecolleerd. En het is door het feit dat de vorige dus de wind afsnijdt of de locht afsnijdt, dat je stilletjes op zijn wiel komt. En hoe korter dat je erbij kwam, hoe groter was mijn snelheid. En op zijn wiel gekomen, smijt ik hem ernaast. En het is die snelheid dat ik meer had als hem, dat ik er kon overgaan. Ja, dat is de kattensprong dat ze zeggen. Begrijpt u maar, ik kon die snelheid. Als ik onder de kop was, kon ik die snelheid niet ontwikkelen, die kat, als er niet een voor u is, begrijpt u? Er was die, beroemde tijgersprong van jou feitelijk, hè? Ja, dat is een tijgersprong, ja. Ja. Jef, jij was ook bekend voor de surplus. Ken je nog jouw record? Ja, het langste dat ik surplus gedaan is 26 minuten. En dat was bots na de oorlog en ik stond tegen Saint-Flebin. Ik had surplus begonnen. Ik had er spijt van, maar door het feit dat ik begonnen was, wil ik niet meer afgeven. En dat heeft 26 minuten geduurd. Onder andere, het was in Parijs en die Franse delegees die maakten het mij lastig altijd tegen mij bezig. Want je mocht niet achteruit of vooruit en op een zeker moment zei ik, ja, maar zie ik in hem ook, hè, of Saint-Flebin. Hè. Zei dat, ik wou winnen en ik wou niet meer naar weg. En hoe is het geëindigd? En hij is moeten vertrekken, want zijn pedal, die zakte altijd. Zie het, mij opzij te gaan. Ik geef mijn wiel altijd aan mijn pedal, want een keer dat de pedal daar staat, kunnen we geen surplus meer doen. Dat is moeilijk, begrijpt u? En dan is ze moeten vertrekken. Ik zei, nu moet er nog winnen. Ik heb dan gewonnen, hè, want ik moest winnen. Ik zei, want anders heb ik er nog last mee. Later, hè. Ik heb de lood geen last meer gehad en heeft nooit met mij geen surplus meer gedaan. Zowel bij een officiële ontvangst in het Koninklijk Paleis als midden een zee van uitgelaten supporters bleef Poeske even bescheiden. Hij wist zeer goed dat hij hier in België nauwelijks echte tegenstanders had en dat hij alleen tegen zijn buitenlandse concurrenten te betalen iets sneller moest doen draaien. Maar mijn tegenstrijvers waren dan Michard, Falacance, Faucheux, de Amerikaner, Olleman, Gerardin,
Ja, dan Van Vliet, Derksen, hè, dat, die zijn er later gekomen natuurlijk. Hè. Dat is een Richter dan, hè. Richter was ook een serieuze concurrent. Hè. En ja, die jong is ongelukkig als een dood gekomen, want hij is dus gepakt. Bij de vizensmokkel tegen Basel op de Zwitserse grens. En dan hebben ze hem afgebrocht naar Keulen, zeker. En er was niks om te doen. De vizensmokkel was de doodstraf. Hè. En Richter, met die opzieners van die gevangenis, zeker. Die hadden een beetje kompassen mij, geloof ik. En dan hebben ze hem gezegd: voilà, we zullen er dus niks om te doen, maar we gaan de dij openlaten, de poot openlaten, dat tracht te vluchten. En. Hij moet dan gevlucht hebben en hem zijn zoo afgeschoten. Dat zijn de woorden die Tommy Merkens tegen mij gezegd heeft. Hij kan hem weer zeggen, want de jongen is ook dood. Hè. En dan, ja, kwam ik nog alles in Keulen bij zijn ouders en zijn moeder. Die schreeuwde. Als ze mij zag. En de vader, ja, de vader was weg.